Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Melvin, we staan hier na de wedstrijd 4-0 verloren. Wat is jouw analyse van de eerste helft? Ja, dat we volgens mij gewoon in het begin een beetje overklast worden. Volgens mij komen we niet of weinig in de duels. Goed, ik kom vroeg achter, dat is ook altijd lastig. Hè? Uit de hoekschop. Dat mag niet gebeuren, maar dat kan wel gebeuren. Ja, dat gebeurt dan. Ja, tweede goal was ook een aparte goal. In een scrimmage volgens mij 3-4 keer een bal op goal. En uiteindelijk gaat hij erin. En, volgens mij de eerste 15 tot 20 minuten waren we echt ja, werden we volgens mij een beetje weggespeeld. Onderliggende partij gewoon. Kwamen we ook niet aan te pas. Nou, daarna kwamen we zelf iets beter in het spel. Maar volgens mij, ja, of ik moet het even terughalen, maar volgens mij hebben we in de eerste helft zelf niks gecreëerd. Dus dat zegt al genoeg met de ploeg die we hebben. Ja, je zegt zelf, je komt al vroeger op achterstand in de eerste helft. Waren jullie daar een beetje ook van doorslag eigenlijk? Ja, weet ik niet. Zou je haast zeggen als je het spel zag. Maar ik geloof niet dat we daar van slag door waren. Ik denk dat we gewoon te weinig gebracht hebben met z'n allen. Je kunt zeggen, nou, Geen Muiden deed het goed. Ja, dat zal best. Maar ik denk dat wij ook te weinig gebracht hebben. Wat moest er anders in de tweede helft? Ja, we moesten gewoon zorgen dat we in balbezit dat we aan het voetballen kwamen. In de eerste helft totaal volgens mij geen kans gecreëerd in het voetballende gedeelte. En dat was eigenlijk wat we wilden doen. Zorgen dat we aan het voetballen komen, dat we wat creëren. En, maar het bleef volgens mij, ja, het was geen kopie van de eerste helft. Maar ik had geen moment het idee dat we hier de wedstrijd nog konden omdraaien. Nee, de derde helft komen jullie al snel op een 3-0 achterstand. Met wat voor gevoel sta jij hier dan? Ja, met een klote gevoel. Dat is, we gaan er 4-0 af volgens mij. En dat is volgens mij zeker na de 3-0 vond ik dat we helemaal. We gingen volgens mij geen duels meer aan. We lieten het een beetje lopen naar mijn gevoel of idee. Of dat leek zo. Maar dat gevoel kreeg ik. Nou, ja, dat kan gewoon niet. Kijk, als je kunt een slechtere dag hebben, je kunt slecht spelen, tegenstander kan beter zijn. Maar dan moet je wel zorgen dat je gewoon je duels blijft aangaan. En dat je niet, dat je op een gegeven moment de schade gaat beperken. Dat je niet zo makkelijk nog goals tegen gaat krijgen. Als je kijkt naar de wedstrijd, je kunt wel spreken misschien van een totale off day. Wat is nou echt typerend voor vandaag? Volgens mij dat we geen enkele schot tussen de palen hebben kunnen krijgen vandaag. Ja, volgens mij heeft de keeper niks hoeven doen. Dus een rustige dag voor de keeper van Geen Muiden. Ja, maar dat zegt wel genoeg. Normaal gesproken creëren wij vrij veel. Maar ja, vandaag, naar mijn idee, ja, we hebben wel wat kleine kansjes gecreëerd. Maar volgens mij hebben we geen echt schot tussen de palen gelost vandaag. En dan kun je ook geen wedstrijden winnen. Dankjewel. Ja, geen dank. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.